Dit is wel echt een zieke loading screen, by the way. Ik hoop echt dat je deze gaat krijgen ook. Battle Pass, page 1 unlocked. Nou, thanks. Waarom heb ik een wit scherm? Drifting. Sick. Papa. Dit duurt lang. Normaal ging je toch gelijk gewoon naar het filmpje. Waarom duurt dat zo lang nu? Freak Fortnite. There we are. Begin the next chapter. We are on a beach. Chilling. Here we go. Ik vind het tof hoor. Dat je begint met je character. Maar like... Gaan we iets doen? Is het een filmpje? Dat is wel een vraag. Oeh. Gameplay? Je kan ook gewoon niet rennen. Maar wel springen. Wat is de logica van dit? Oké. Hallo? Waar moet ik heen? Daar, I guess. Yo, we gaan zitten. Oeh, dit is cool. We've all been through a lot the last few years, and there's much more you don't even remember. You've all fought a good fight, but until we set the Zero Point free, we'll be facing threats like the last reality, and worse. There will be no escaping it. That's why I need your help to destroy the Imagined Order. As long as they're exploiting the Zero Point, everything is in danger. Not danger! With your help, we can free ourselves from this place and leave the room for good. We can all go home. Wat bedoel je home? Waar komen we dan vandaan? Wow. Dit ziet er heel ziek uit. Heel sick gedaan. Wow. Fucking dope. Kijk nou hoe vet, jongens. Dang. Oh, dat is fucking ziek. Ik kreeg ook gewoon match stats. Ja. Yep. Want het was ten eerste een match en ten tweede, we hebben daar stats van. Hallo? Oh. Jezus, filmpjes laden we echt heel langzaam, man. Zijn dit de skins die we krijgen, of? Spooderman! Oh maar, waarom zit er een fucking lama skin in weer? Ah! Hey. Nee, ik wil de crew niet joinen. Rot op met je crew. We gaan wel even de Battle Pass kopen. Sick. Nou, eens even kijken. Oeh, yo, dit is wel een coole skin hoor. Ja, dat is wel cool. Maar wat zit er nog meer in de game? Deze skin is op zich ook wel cool, maar ik ben niet zo van de mannelijke skins. Ik denk dat iedereen dat ondertussen wel weet. Oeh, dit is vet. Yo. Deze glider, ook wel leuk. Look at these swords, man. Dang. Oeh, Crimson Crest. Yo, dit ziet er super dope uit. Het ziet er wel echt vet uit. Ik zou die skin nooit gebruiken waarschijnlijk, omdat het gewoon een mannenskin is. En... maar... hij is wel vet. Volgens mij is er iemand wakker. Is die alweer wakker, joh? Oh, yo, een nieuw autootje! Yeah, die hebben we nodig. Is de Scar nou aangepast of is dit een nieuw wapen? Met cape. Sick. Oké. Monster truck logica. Monster truck logica, yes. Hartje. Wow, beautiful. Oké. Oeh. Leg dat aan mij of lijkt het nu net alsof die dunnere arm heeft? Ik weet niet of het zo is, maar het lijkt wel een beetje zo. Yo, dit kistje is trouwens wel leuk. Look at the crystals. Oeh, die is fancy. Ik vind haar wel tof. Ik vind haar wel tof eruit zien. Met kat. Inclusief kat, jongens. Er zijn altijd van die skins waarvan je denkt van... oeh, met pet trouwens. Oeh. Er zijn altijd van die skins waarvan ik denk van... waarom is dit een ding? I mean, op zich is die nog wel grappig, maar kom op nou. Waarom? But that sounds evil. Hij kan zichzelf opeten? Oké. Waarom? Lol. Dat is wel grappig. Oh mijn god, dit is een... dit is een glider. Hey, goedemiddag Rick. Hoe gaat het met jou? Ik ben echt disappointed. Oké, deze is wel fancy. Deze is wel cool. Cool. Oeh, spikebed. Hier wil je niet mee op je kop geslagen worden. Let's be honest. And then we got Spooderman. Look at Spooderman, jongens. Lol. Loose threads, of course. Oh, de Dark Spider-Man is klaar met werk voor vandaag. Loopt nu in de stad. Lekker man. Ik ben ook alweer klaar. Ik heb 1,5 uur geslapen. Iets langer. Had ik wel echt even nodig. 5 uur opstaan is wel even... of 5 uur beginnen is wel even next level. Ik vind dat wel even kut. Terugblikken op naar je herinnering. Nee, OneDrive, shut up. Ik wil niet terugblikken op mijn herinnering. We gaan V-Bucks claimen. Ik ben nog steeds best wel moe, ik zeg je eerlijk. Maar goed. We will survive. Wat heeft ze bij haar gezicht? Oh, ze heeft een neusring naar haar haar. Oké. Dat ziet er best wel eng uit dat die dat statue naar je zit te staren. Yo. Waarom? Waarom zijn ze gewoon ook elke fucking seizoen weer gewoon het Hoe heet het? Het quest-systeem aan het aanpassen. Ik moet de hele map ontdekken. Oh ja, het is een nieuwe map. Logisch. Nou, jongens, laten we een potje solo ingaan. Ik denk niet dat we alles in één video gaan ontdekken. Ik denk dat ik er 2 video's van ga maken. Als ik zo kijk naar hoeveel dingen het zijn, oef.